Hilverkampen en Femke Maas. En het is Pictolken hier op de plaats nummer 1. Dat is de Kielzog, de rijder met 357. Uit de kamer. We zien hier een goede contact van Pictolken. Daar gaat de binnenkant Thompson weer hoor. De dame, Lissie van Schuytel. Die zit aan de goede kant van de bocht. Maar met die kennende gaat hij dan alles aan toe. Maar hij komt nog een tientje voorbij hoor. Wordt het Lissie van Schuytel of wordt het Pictolken? En die kijken, daar komt dit aan. Eens op het plaats. Mensen, we zijn het daar, dat is de bocht weer. Ja hoor, hij is er voorbij. Pik Tollegoed. Twee mensen heeft hier achter de hoeken zitten, maar nu staat hij in de plek. Pik Tollegoed aan de laatste nummer 1. Dan de tweede plaats van Lissie van Schuytel. En dat was Lissie Nol van Aarle. En nu is hier de bedoeling. Pik Tollegoed en de tweede uit van Schuytel aan de avond. Dan de laatste van, dan de laatste van hier van achter de hoeken. Nog een beetje strijd. Dus hier is hier 57, 57 van de rij uit de Tullop vandaan. Hier staat voor de 703. De 703 van Jarieke Laat. Jarieke Laat, maar aan de buitenkant. De Jarieke aanval in de rij van de 467 van Milan de Haas. Milan de Haas op 1, dat is nu op de 2 plek. 703 dus Jarieke Laat. Maar die krijgt meteen dan een aanvalletje van de 462 van Milan de Haas. Dat begint het. Dat begint het. Die zit op 2, dat is nu op 703. De Jarieke Laat, dus dat is op 462. Maar in het tweede zit ook nog niet bij elkaar. Gaat hij nog maar hard op toe houden en weet hij daarna de eerste te worden in die klasse van het jaar. Dat lijkt er wel op. Hij zit hier op de basis zitten, dus hij heeft nog een 10 meter voorsprong. Op de derde weer en op de derde plaats in de goede week al met 203. Jari Dilla, 4-1-1-0 tussen. Op tijd, Rappie van Bato, op de 3-11 van het Kunnekaart. En op de zevende plaats is het Femke Maas de dame in het gezelschap. In nummer 3, jongens uit de klasse 7 jaar. Ook hier volpak, alleen maar mannetjes. Afval bij de kaartje groen en kijk, daar komt de toren nu nog in aan. Dan zien we voorop, in 7-4. Nou, kijk, daar gaat hij naar de rijden van de toren vandaan. Dr. Kastelmakhoorn, bij de toren. Hoek, voor de toren. Dus 1-2-3, 2-2-2. En die moet je terug naar de kerk, want dan pak je de plaats van 1. Dan is de 4-3-6-6 voor de hele. En dan moet de aangemaakt in de 4-3-7-10 voor de week. Die gaat erin en houdt jullie nu pas te talen. Nee, die komt dat voor. Deze was die eigen klasse 8 jaar. En deze zijn de gaan in de finale. En de 4-5-6-4. Een goede rijstik. Naast elkaar. Gaan ze over de rest stuk in. En ik word even een kruisje. Maar die komt op. Een kleine kruis. Dat lijkt me in de gemeente
de hoek, de kunnen we even over, de hitte van de zingen. Volgende. Thank you.